Korfbal League The Finals wordt mede mogelijk gemaakt door korfbaltotaal.nl, de officiële webshop van het KNKV. Ook benieuwd naar de mogelijkheden van de korfbalsport? Ga naar knkv.nl/sponsoring. Kan Blauw-Wit weer voor een verrassing zorgen en gaan zij dan naar de finale volgende week in het Ziggo Dome? Als ze winnen, verslaan ze top over twee duels. Dat zou een ongelofelijke verrassing zijn. Het kan zomaar de eerste finale worden voor Mark Broeren. En ook voor hem als trainer Abraham Arie Schep, beter bekend als Barry Schep, was afgelopen week ziek. Won als speler 2 keer in Ahoy en dus als coach op de rand van misschien wel een finale. Bij top zien we uiteraard Friso Bode. Hij liet de winnende door vorige week. En eigenlijk was top vrijwel de hele wedstrijd de betere ploeg tot die laatste paar minuten. Toen schoot Blauw-Wit een ongelooflijk hoog percentage en zij vochten zich terug in die wedstrijd. Een enorme prestatie op basis van vechtlust. Niebeek ziet dat Blauw-Wit speelt met Leanne Aurik in de ploeg, in de basis en geen Kim Cocu op de bank. De routinier bij Blauw-Wit heeft een vrijgezellenfeest. Een van haar beste vriendinnen gaat trouwen, daar is ze ook getuige. En daarom ontbreekt Cocu in Sassenheim. Eerste aanval levert geen doelpunt op. Eerste aanval van Blauw-Wit een strafworp. Nee, Van Meerten fluit hem door. Die doorloopbal vanuit de ruimte van Otto Fabius. En Blauw-Wit gaat verder. Stavenuiter op Aurik. Aurik vrij tegenover Brouwer. 0-2, twee aanvallen gehad, twee doelpunten. Een droomstart voor Blauw-Wit. Even later dan, Sophie Hansen. Hansen tegenover Hendricks. Dan is het 1-3. Blauw-Wit begint zoals het eindigde in Amsterdam. Bijna elk schot gaat erin. Hier gaat Stavenuiten er langs. Stavenuiten, schitterende doorloop. Heel goed gedaan. Het is 2-4. Het begint overduidelijk voor de ploeg van Barry Schep. Broeren dan op Mostart. Strafworp, weer een strafworp, maar weer fluit Van Meerten hem door. Dit keer de doorloopbal voor Lorraine Vissers, 2-5. Hier dan ook een strafworp. De overtreding van Stavenuiter. In de rug bij Snel. Snel dan met de misser. Ik zie niet vaak dat die aanvoerder van top een strafworp mist. En zo dus weer balbezit bij Blauw-Wit. Met Broeren, Hansen en weer Vissers en weer een strafworp. Kansje dit keer voor Broeren en hij mist niet. En zo is het 2-6. En dan moet Jan Niebeek natuurlijk een time-out aanvragen en dat doet hij ook. Afgelopen week keerde Leon Braunstaal, de fysiotherapeut van Oranje, terug in de technische staf bij top. Op verzoek van de spelers en Niebeek had zoiets van ja, als het maar een paar procentjes helpt, dan voeg ik die Braunstaal graag toe. Bode staat te slapen in de verdediging en Fabius profiteert. 3-7. Maakt niet heel veel doorloopballen, deze Engels international. Janne Echte. En direct is daar het antwoord van top. 4-7. Echte, onlangs een huis gekocht in Assen. En gaat volgend jaar daar spelen bij AVO. Daar is Fabius niet helemaal scherp. Bode kan er makkelijk langs. En zo is het een mum van tijd, 5-7. Hier de herhaling. Fabius vindt het snijden. Maar Van Meerten zegt dat Fabius Bode te veel ruimte geeft. En daardoor kan Bode profiteren. Geen lopen, het afstandsschot gaat er dan niet in. Foutje bij Bode, taxeert die bal verkeerd. En weer is het Fabius die kan profiteren. 5-8. Maar dan zijn het vooral de mannen even later die top terugbrengen in de wedstrijd. Bode maakt zijn foutje van even goed. 7-9. En hier Mick Snel is Stavenuiter helemaal kwijt. Het is de 19 en kijk die ontlading, die opluchting bij Mick Snel.
Stavenuiter kan hem een stuk minder goed volgen dan vorige week in Amsterdam. En niet heel veel later komt Top op gelijke hoogte. Het is Nick Picard, rug nummer 16, zijn derde van de avond. En dus de gelijkmaker 11-11. Top is dan iets anders gaan verdedigen, nemen wat minder risico en dwingen die spelers van blauw-wit tot verdere schoten van afstand. Eerst is het Vissers, dan even later Broeren, een beetje pech ook. En blauw-wit speelt ook veel kortere aanvallen dan Top, dat een veel betere rebound heeft. Bode, zelfs zonder rebound. En dan is daar de voorsprong voor Top, 12-11. En dan moet blauw-wit, net als vorige week, weer in de achtervolging. Dat doen ze goed, via Vissers. Overkomen van Dalto heeft wel veel last van haar knie. En het is de vraag of die volgend jaar doorgaat. Dat lijkt me een strafworp. En bovendien ontsnapt Mick snel aan een gele kaart. Vermeerte houdt de kaart op zak. Snel overigens niet op scherp. Maar dan verwacht iedereen een strafworp en krijgt blauw-wit een vrije bal. Dan gaat Van Meerten zich met Schep bemoeien. Nadat Schep zich natuurlijk eerder met Van Meerten had bemoeid. Maar Schep had wel gelijk. Het was een strafworp, maar het is een vrije bal. Met Fabius. Fabius voor de gelijkmaker. Het is de gelijkmaker. 13-13. Maar Top speelt goed. Haalt een hoog percentage. En dit is een heerlijke paas van Mick Snell. Knap hoe hij het overzicht bewaart. En hij ziet Rianne echte vrij onder de korf. Zij maakt er dan 15-13 van. Het gaatje dan. Van 2 en dat wordt steeds uitgebreid naar 3. Het kan zelfs 4 worden. Maar dan moet Picard deze stip maken. En Picard mist. De misser bij Picard. En zo blijft het gaatje 3. 18-15 is het dan bij rust. Aan het begin van de tweede helft, Celeste Split. En dan is het verschil alsnog 4, 19-15. Split vorige week in Amsterdam, de beste dame, zeker in aanvallend opzicht. Blokje daar bij Picard. En deze bal raakt hij dan niet aan. Ondertussen Broeren helemaal vrij tegenover Harmsen. En dan valt die bal wel goed. En zo is het verschil even later weer 2. Weer is het blauw-wit dat veerkracht toont. Maar Picard is te snel voor Broeren, te zuiver bovendien. En hij is echt de allerbeste van het veld. 20-17. En deze goal van Picard is uiteindelijk een hele belangrijke, want Top gaat nog beter verdedigen. Stavenuiter komt totaal niet vrij. Snel is hem overduidelijk de baas. Ook Bode geeft goede druk. En daardoor is het voorverdedigen aan de dameskant van Top ook steeds beter. Kijk hier, snel op Stavenuiten. Stavenuiten komt er maar heel moeilijk langs en dan is het verdedigd. Goed gedaan van Mick Snell. Die sowieso steeds beter en beter in de wedstrijd komt. Harmsen dan, gaat er langs. Goeie actie, kan die bal teruggeven op Picard. Sowieso wordt Picard veel vrijgelaten hier. En dat is niet slim, want hij zit goed in de wedstrijd in Nick Picard. 23-18 en Schep moet wat doen. Stavenuiten naar de kant. Nolthuis erin. Net als vorige week. Maar op Nick Picard staat in Sassenheim geen enkele maat. Hij is echt de allerbeste. Maakt in totaal 10 doelpunten die Picard. En aan de hand van deze jongen is Top hard op weg om een derde duel af te dwingen. En dit wordt het mooiste doelpunt. Mostard helemaal het bos in. En dit is heerlijk afgerond. Dit is Nick Picard met zijn 10e van de avond. En nummer 30 voor Top. En zij winnen dit tweede play-off duel van blauw-wit. Dat zeker niet slecht was. Maar Top was gewoon een maatje te groot. En hij in het bijzonder, Nick Picard, krijgt een publiekswissel. Jongeling Tichelman erin. Het wordt uiteindelijk 30-25. En we gaan op herhaling aankomende dinsdag in Sassenheim. Frank, vorige week was de ontlading enorm. Met wat voor gevoel sta je nu? Ja, dit is gewoon balen. Maar één avondje gewoon even balen en dan vol doorleven naar dinsdag. Het is mooi dat we vorige week gewonnen hebben.
En eerst thuis speelden, betekent dat we gewoon dinsdag nog een kans hebben. En dan kan dit gewoon gebeuren. Hoe zit het met de krachten dan? Ja, bij mij zitten de krachten altijd wel goed. Dus ik denk bij de rest op zich ook wel. Iedereen gaat gewoon even goed rust nemen. En dan gaan we het zien hoe het dinsdag gaat uitpakken. Waar moeten jullie nu dan weer aan gaan sleutelen? Wat is het verschil tussen vorige week en deze week? Ik weet niet wat het verschil precies was. Dat moeten we even goed gaan bekijken. Ik denk dat het nu gewoon goed is om echt rust te nemen en dan weer vol energie erin te gaan. En op elk moment, of je naar voren staat of achter staat, gewoon vol blijven gaan. Dus ik denk dat dat het grootste verschil is, want we zakten op een gegeven moment echt heel ver af. En dat mag gewoon niet gebeuren. Ik denk dat nog steeds dat we gewoon in die finale kunnen spelen en kunnen komen. Dus ik heb er nog steeds heel veel vertrouwen in. Ja, Nick, je was de hot man vandaag. Ja, klopt. Ja. Ik was vandaag goed op Drevo, maar het gaat natuurlijk om mijn team. Gewoon. Het gaat niet om mij. En ik denk dat we dat vandaag gewoon prima hebben gedaan met heel het team. Gewoon, ja, zeker. Ja, toch was het begin weer even willen knijpen, maar daarna komen jullie als team echt los. Hoe komt dat? Ja, we kwamen 4-8 volgens mij. En toen kwam iedereen inderdaad pas een beetje los. Ja. We hebben dat wel eens vaker gehad, dat we met 4-1 of 5-0 achterkomen of zo. Ja, en toen hadden we met elkaar afgesproken om er gewoon vol voor te gaan. Gewoon. En ik denk dat we dat gewoon prima hebben gedaan weer vandaag. Is dat een groot verschil met de vorige wedstrijd? Tenminste het gevoel dat je nu hebt? Ja, ik denk dat we gewoon hetzelfde hebben gespeeld als vorige week wel. Alleen ik denk dat vorige week schoten hun op het eind met Mark, Otto en Frank schoten echt onwijs zuiver. En daar konden wij vorige week niet zo heel veel tegen doen. En ik denk dat we dat vandaag wel goed hebben gedaan. Dus ik denk dat we daarom ook deze wedstrijd wel hebben gewonnen. Ja. Ja, wat ga je nu doen? Genieten of gaat die knop direct weer om naar dinsdag? Want er moet nog een derde play worden gespeeld. Ik denk dat we niet heel erg lang kunnen gaan genieten. Ik bedoel, we hebben dinsdag alweer de laatste pot. Maar dit was wel een goede wedstrijd toch? Ja, we mogen wel heel even genieten en we mogen wel even drinken boven. En dan gaan we weer volop naar de dinsdag toe. En die moeten we ook winnen, anders heb je alsnog niks natuurlijk. Voorspellingje? Ja, vind ik lastig. Voorspellen, ja. Ik ga er wel vanuit dat wij gewoon gaan winnen, ja. En ik hoop ongeveer met dit soort cijfers. Dat brengt wel vertrouwen ook, ja. Vorig jaar in de play-offs was er ook een derde wedstrijd nodig tussen top en blauw-wit. We gaan zien wat het gaat worden. De andere uitslagen, PKC wint in een heerlijke wedstrijd van KZ. En ABDTV ook volgend jaar in de Korfball League. Zij redden het tegenover top uit Arnhem-Muiden. Zoals gezegd, dinsdag top tegen blauw-wit in ongetwijfeld weer een bom en bomvolle hal in Sassenheim in Sporthal De Korf. Gaat top weer naar de finale of zien we een nieuwe finalist in het team van blauw-wit?